Koning Willem-Alexander zal op woensdag 4 juli een bezoek brengen aan Nijmegen. In het kader van European Green Capital 2018, dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning begint zijn bezoek bij het bezoekerspaviljoen op het Kelfkensbos, dat duurzaam ontworpen is. Wethouder Tiemens is ook aanwezig om toelichting te geven en er wordt met vrijwilligers gesproken. Vervolgens zal de majesteit zijn bezoek aan de stad voortzetten in de onlangs heropende Bastij, waar hij een rondleiding zal krijgen. Aansluitend heeft de koning een ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele duurzame maatschappelijke initiatieven.